Je bent niet de eerste hoor, waar het zo stormt. En waar de moedeloosheid in zijn bevriezende greepje beetpakt. Wat dacht je van Abraham, de eerste erfgenaam? Hoe heeft hij dat gemaakt? Had Abraham niet, heren, ik heb geen nageslacht, zal dan deze Damaskener de erfgenaam Eliezer, want ik heb geen kind. Abraham heeft net zo goed van die akelige twijfel en aanwerking geweten als wij. En wat deed de Heer toen? Toen hij merkte dat Abrahams hart zo twijfelde en zo met ongeloof aangevallen werd. Vers 17, daar kun je het lezen. Wat deed de Heer? Omdat God aan de erfgenamen der belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raad, van zijn belofte, wilde bewijzen, dan komt het, met een eed daartussen is gekomen. Hij heeft die belofte met een eed nog een keer extra bekrachtigd. Wat betekent dat? Dat God als het ware die belofte met een eeuwige kracht heeft. De Heer zei als het ware, als ik niet doe wat ik heb beloofd, dan hou ik op God te zijn. Dan moet je een andere God gaan zoeken. Als ik niet doe wat ik beloof, een eed, zo waarachtig als ik leef.